Straks krijgt u deze foto weer te zien. 70 jaar na de bevrijding van Nederland is 4 mei nog altijd een emotionele dag. Oorlogsslachtoffers worden herdacht en oorlogstijden middels verhalen herbeleefd. Voor veel Groningers is vrijheid vanzelfsprekend. Maar de Joodse René de Vries kent de keerzijde. Jarenlang zat hij ondergedoken op verschillende adressen. Vandaag doet hij zijn verhaal in het rabbinaatshuis van de synagoge. De eerste nacht van de onderduik, waarbij wij ondergedoken zaten aan de Koehoornsingel nummer 51. Dat was dus op het hoekpand daar van de familie Wever. Dat ik 's nachts al die mensen die dus uit hun huizen gehaald werden, langs zag lopen. En die schuifelden als het ware in hele lange kolonnen, schuifelden al die Joodse mensen, schuifelden naar het station toe. Ze mochten niet spreken en je hoorde dus alleen maar het schuifelen van hun voeten en af en toe een roep van een bewaker. Voor de Vries zijn 4 en 5 mei nog altijd heel beladen dagen. Ieder jaar is hij weer blij als deze achter de rug zijn. Toch kiest hij ervoor om over zijn herinneringen te spreken en deze te delen. Het is natuurlijk de overtuiging dat je dit verhaal verder moet vertellen. Maar het zou niet eerlijk zijn om dit als enige argument te gebruiken. Een argument voor mijzelf is, als ik het zelf kan vertellen, dat ik het beter kan verwerken, dat ik het beter op een rijtje kan zetten, enzovoort, enzovoort. Ook de bevrijding zal de Vries nooit vergeten. Toen we wisten dat we vrij waren, liep ik als jongetje van 12 jaar, liep ik door de tuin heen en riep, Eureka, Eureka, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar dat was de vrijheid die ik ervoor. Ik heb het gevonden, hè? De vrijheid is er weer. De vrijheid is er weer. We kunnen weer ademhalen, we kunnen weer naar buiten. We hoeven niet langer achter de ramen weggedoken te zitten. We kunnen weer lopen, ik kan weer spelen. Ja, en dan komen we weer terug bij die foto die we eerst gehad hebben. Maar u ziet toch wat een slachting dat aangebracht heeft in één familie.